De implementatie van een kwaliteitsmanagement systeem in het kader van internationaal ondernemen gaat deuren openen. Deuren openen naar nieuwe markten, omdat een certificaat een soort vertrouwenslabel is. Als je klanten hebt in een internationale omgeving, nou, ze kunnen vaak niet goed inschatten wie jij als bedrijf bent, waar jij voor staat en hoe betrouwbaar je bent. Een ISO-certificatie betekent dat er een externe, onafhankelijke partij bij jou op het bedrijf een audit is komen uitvoeren ten opzichte van een internationale standaard zoals ISO 9001. En dat leidt ertoe dat je met een certificatie ook kan laten zien aan de buitenwereld: hey, wij zijn een betrouwbare partner. Als je kijkt naar de toegevoegde waarde voor je eigen onderneming, ga je een framework creëren. Een soort krijtlijnen vastleggen waarbinnen de organisatie kan groeien, waarbinnen jouw werknemers weten wat van hen verwacht wordt en waarbij je de kwaliteit van je producten en diensten op een continue manier kan verbeteren. Het opent nieuwe markten, het geeft meer continuïteit, het geeft meer bedrijfszekerheid en het laat je ongetwijfeld toe om te groeien met nieuwe klanten in een exportomgeving. Er zijn verschillende kwaliteitsmanagementsystemen die je als bedrijf kan implementeren. De allerbekendste, laten we zeggen de moeder van alle kwaliteitsmanagementsystemen, is ISO 9001. Hier is alles mee begonnen, is ook van toepassing voor alle type bedrijven en is vandaag met meer dan 1 miljoen certificaten nog altijd de populairste. Heel simpel ga je met ISO 9001 kijken, wat heb je beloofd aan de klant? Heeft de klant gekregen wat je hem beloofd hebt en heb je dat op de meest efficiënte en doeltreffende manier gerealiseerd? Over de jaren waren er echter verschillende sectoren die vonden dat deze standaard te algemeen was. Daarom zijn er afgeleiden gekomen. De eerste die een afgeleide gemaakt hebben was de voedingssector. Daar heb je eigenlijk nu twee specifieke standaarden. BRC, British Retail Consortium, komt eerder uit Engelse hoek. IFS komt eerder uit Frans-Duitse hoek. Zij gaan eigenlijk vanuit de ISO 9001 een stukje voedselveiligheidselementen toevoegen en ook infrastructuurelementen toevoegen. Die drie elementen samen vormen BRC Food en IFS Food, specifiek gericht naar foodindustrie. Zit je in de automotive, ga je te maken krijgen met de IATF 1694. Ook daar ISO 9000 als basis, maar hier ligt de nadruk meer op het produceren van veilige onderdelen die uiteindelijk in een voertuig zullen komen. Heel specifieke standaard, ook een stukje strenger dan ISO 9001. Hetzelfde zie je voor de medical devices, waar ze ISO 13485 hebben. Ook daar, basis is weer ISO 9001, maar heel specifieke elementen naar legal compliance, een stukje naar training, awareness, omtrent het veilig produceren van medical devices. En tenslotte zie je dat ook met de aerospace-industrie, waar je ook daar afgeleiden hebt die vanuit de 9001 komen. Maar hier hebben we de 9100 die specifiek gaat kijken hoe produceer je veilige onderdelen die uiteindelijk in een vliegtuig of in een raket zullen terechtkomen. Bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem zijn er uiteraard ook valkuilen. Ik denk de belangrijkste valkuil die ik in de 20 jaar dat ik in de business zit heb gezien is dat vaak de insteek om naar een certificatie te gaan de verkeerde is. Wat bedoel ik daarmee? Ik denk dat er vandaag toch 70% van de bedrijven die gecertificeerd zijn er ooit mee begonnen zijn omdat het moest van een klant. Dat betekent vaak dat je een Chinese vrijwilliger had die aangeduid werd en die moest zorgen dat dit certificatietraject uitgevoerd werd, dat er elk jaar zonder problemen door een audit werd gegaan en dat het bedrijf er eigenlijk niet te veel last van had. Persoonlijk vind ik dat spijtig. Ondertussen is de norm ook geëvalueerd. En niet alleen de 9000, maar ook de andere. Vandaag is het moeilijker en moeilijker geworden om het nog voor het papiertje te doen. Je moet zorgen dat een kwaliteitsmanagementsysteem deel gaat uitmaken van je dagelijkse processen. En dat de werknemers niet iets doen voor ISO, maar dat ze het doen voor het goed van jouw bedrijf. Dat is de uitdaging om die elementen die ISO 9001 toch heeft, om die te verwerken in je dagdagelijkse activiteiten en op die manier ook de toegevoegde waarde ervan te zien, te ervaren binnen de organisatie. Dat is de belangrijkste valkuil. De tweede valkuil voor mij is een overdaad aan procedures en instructie.
Zo is ISO 9001 ooit begonnen, heel lang geleden, in de jaren 80, 90. Vandaag hebben we een heel andere insteek waar de nadruk niet meer ligt op documentatie, maar op het bewijzen dat je een efficiënte organisatie hebt. Dus besteed meer aandacht aan het opzetten van goede KPI's, meten is weten. En let op met een overdaad aan procedures en instructies. Er steekt veel energie in om ze te schrijven en heel vaak worden ze bijna nooit meer gelezen. Dat zijn voor mij de belangrijkste valkuilen waar je over moet waken als je een kwaliteitssysteem gaat opzetten.